Het Biocoop-project richt zich op het upgraden, het verbeteren van de bestaande olie, zodat die toegevoegd kan worden in het bestaande raffinageproces. Tot op heden is het niet gelukt om dat proces te vergroenen. Dat gebeurt echt vanuit fossiele brandstoffen. Binnen het Biocoop-project is het op het moment al aangetoond dat er op laboratoriumschaal tot 20% geüpgraden, verbeterde dus pyrolyseolie toegevoegd kan worden aan deze raffinageprocessen. BTL houdt zich met name bezig met twee aspecten. En dat is aan de ene kant de ontwikkeling van onze eigen pyrolyse-eenheid nu in Hengelo. Dit is het Empiro-project, wordt ook ondersteund door het EU-7-kaderprogramma. Daarbij zullen wij zelf olie gaan produceren vanuit resthout, wat van de Nederlandse markt zal komen. Wij zijn op zoek naar partijen die deze olie willen afnemen en willen toepassen voor energiedoeleinden op hun bestaande of nieuwe installaties. Inzet van pyrolyseolie is aantrekkelijk vanuit milieuoverwegingen. Allereerst natuurlijk omdat je biomassa inzet als vervanger voor fossiele brandstoffen zoals aardolie of aardgas. En bij dit proces de mineralen die in de biomassa zitten in het land van herkomst kunnen blijven en daar weer ingezet kunnen worden. Wij richten ons op het moment op West-Europa. We hebben een groot project in Noorwegen, in Spanje zijn we bezig. En daarnaast zitten we ook in Noord-Amerika, zowel Canada als de Verenigde Staten. Daar is ook heel veel aandacht voor de pyrolyse-technologie. Binnen Empiro werken wij samen met een aantal verschillende partijen. Heel belangrijk is de biomassa. De biomassa moet beschikbaar zijn. Daarnaast zijn het met name technologieleveranciers. Daarbij kan je denken aan Host, Stork, Amanda Skaal voor de levering van de droger. Wij hebben natuurlijk niet alle kennis hier in huis, dus wij hebben kennis van derden nodig om dergelijke projecten te kunnen realiseren. Dus ja, die samenwerking is enorm belangrijk. Banken willen niet financieren omdat er niet veel toepassingen zijn. De financiering van de EU draagt hier aan bij om die vicieuze cirkel eigenlijk te doorbreken. De banken willen dit aanvullen. En op die manier kunnen wij de eerste eenheid neerzetten, olie maken. Als je meer olie beschikbaar hebt, kan je ook meer toepassingen ontwikkelen. Het beste lijkt mij zelf om in eerste instantie een wat kleinere rol te nemen. Eén uitzondering op dit verhaal. Als een ondernemer ontzettend goed weet wat hij wil, dan is het misschien nog wel een goed idee dat hij wel probeert een wat grotere rol in zo'n project te nemen. Want ja, bij een grotere rol hoort ook een grotere bijdrage vanuit de commissie. En kun je wellicht ook sneller je technologie naar de markt brengen. Met dank aan het 7e kaderprogramma kunnen wij ook de rest van de financiering voor het project rondkrijgen. En binnen het Empiro-project zullen wij dus demonstreren dat het maken van pyrolyseolie commercieel mogelijk is. Ja.